kom even bij de microfoon. Zet eventjes een koptelefoontje op je knar. En zo, dan hoor je hem ook. Hoe is het? Ja, alles onder controle. Ja, je sponsor, hè? Ja, weddenschapje verloren. Ja. Oh, kom je zo in je geld. En dan kun je nog jokken ook en zeggen van, ik heb niet betaald. Oh, dan kom ik mijn gram halen. Ja, nee, hij heeft niet betaald. Ik heb niet betaald. Oh, jij niet? Nee. Krijg je geld? Nee. Dat is op. Nee, jij wil betaald. Nee, zo snel. Hé, hey, maar René, vriend van de show ook natuurlijk, uiteraard. Ons natuurlijk ook gezien bij de snertwandeling. Ja, dat is eigenlijk de druppel die de MRD het overloopt. Dan gooi je er even een half flesje boezemwater in en dan is hij ineens sponsor. Ja. Te lijmen met de natte vinger. Ja, fantastisch. Ja, ik heb weer geleerd om niet te wedden. Ja. Jij bent van de AZ-trans? Ja, dat klopt. Ja, helemaal leuk. Ja, hoe oud zijn jullie nou lopen? Op dit moment lopen er 7 van onszelf. Ja. En wij hebben een samenwerkingsverband met Thijs van Transporteurs in de omgeving Aalsmeer. Oké. Okay. Dus dat, we hebben geen klagen daarin. Hey, leuk man. Dus, hoe lang zijn jullie al bezig? Wij zijn in 2011 zijn we begonnen. Wij zijn een afstammeling van, tenminste een afsplitsing moet ik zeggen, van A van Ende. Ik ben met Ed van Zelen, mijn compagnon, samen begonnen. Dat is de zet. Dat is de zet, ja. Ik zat nog bij Van de Ende, ik denk, is een vriendje van Joop of zo, weet je? Ja, uit de Aalsmeer, zou je maar kunnen. Ja, dat zou maar kunnen, ja. Ja, en de mol. Ja, wie is de mol? Wie is de mol? Wie is de mol? Ja. Dat is de vraag. Ik ga er weer nergens over. Zelfs gewoonlijk. We zijn in 2011 lekker samen begonnen. Met één jongen uit Limburg er nog bij. En een ingehuurde auto. Ja, we zijn ons eigen pad gegaan. En ja, auto erbij, nog een auto erbij. En ja, toen maar even over de 8. Zo. Een jongen die had het niet helemaal naast zijn zin, want we zijn toch met de dag op de ontij zijn we aan het werk. En, ja, bloementransport voornamelijk. Hè? Ja, dat begint smiddags rond 1 uur of 12 en het is tot s'nachts 4 uur. Ja, moet je tegen kunnen. Dan moet je tegen kunnen. Ja. Tweede kerstdag, tweede paasdag, alle feestdagen ben je eigenlijk inzetbaar. Dus ja, dat moet je echt kunnen. Dat moet je passie zijn. En ja, die jongens heb ik om me heen. Ik heb een geweldig team om me heen. Belangrijk, hè? Ja, ik ken een paar van die jongens ken ik ook heel goed. Ja, dat klopt. Ja. Leuk. Ja, dat is echt heel gaaf. Dat zijn oude collega's van mij. En dat zou je toch nooit verwachten. Ja, van de firma nabuurs nog. Ja, klopt. Ja, precies, ja. Maar het zijn ook weer oud collega's van mij. Ik ben van de Ende vandaan. En ik heb een heel leuk clubje om elkaar. En ik kan lekker lullen. Maar hun moeten het doen. Ja, zo is het. En we zitten er zelf, Ed en ik zitten er ook samen nog tussen te rijden. En zo houden we betrokkenheid bij het bedrijf, uiteraard. En met de jongens zelf. Ja, en dan kunnen we bergjes verzetten. Ja, dus. Dat is even zinnig gaaf. Weet je. Ja, kijk hoe zoiets weer tot stand komt met één autootje. En dan lekker kan groeien. Yep. Nou, ik vind het fantastisch om te horen. Dat zijn succesverhalen. Wat wil je zeggen, Marcel? Heb je ook van die dashcams in die auto's zitten? Ja. En maak je wel eens wat leuks mee? Ik kijk wel eens naar zo'n programma, Idioot op de Weg. Is dat wel heel geschikt? Maar. Ja, man. Vroeger was van die mannetjes, zeg maar, die gingen naast je rijden. Dan moest het binnenlampje aan, dat was de bedoeling dat je keek. Ja. Ah, die periode is over, want ze weten dat ieder auto een dashcam heeft. Ja. Ik zag er laatst eentje voorbij komen dat gewoon zo'n truckchauffeur swingend achter zijn stuur die snelweg omrijdt. Geweldig. Was er geen dashcam, maar dat was... Maar ik zie wel eens van die maloten, want weet je, we hebben allemaal respect voor een vrachtwagen, want die wil je niet tegen je hebben. Maar wat voor Mongolen er af en toe dan voorsnijden of tussenkruipen. Vrachtwagen is gewoon de underdog op de weg. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, maar vreselijk. Als er een ongeluk gebeurt en is er een vrachtwagen bij betrokken, je wordt al gauw gewezen. Ja. Enerzijds logisch, anderzijds, wij zien veel meer, we zijn beroepschauffeurs. Tuurlijk heb je er maloten ertussen zitten, maar iedereen is wel met zijn vak bezig. Hey, voor de zekerheid, hè? Want je hebt vrachtwagens rijden, begrijp ik. Ja. Bart rijdt vrachtwagen. Ja. Hoeveel ton praten we over? Ja, wij zijn op zich niet zo zwaar beladen omdat we in de bloemen zitten. Mm-hmm. Maar je gaat al gauw richting een 30 ton. 30 ton. En hoe snel heb je dat ding stil? Ja. Als je onderrijdt. Ja, dat is best wel heel erg rap. Ja, maar dat is best toch rap. Wel. Ja, okay. Sneller als dat je denkt. Als wij leeg zijn eigenlijk, dan heb je iets minder grip. Maar zodra je wat geladen bent en wij pompen hem erop, zeg ik, oh ja, gewoon een klap, boom, klaar. Houdt een luxe auto het remmen zelf niet bij. Okay. Gaat niet lukken. Nee. Alleen het beste is, wat gebeurt er in je bloemenvracht? Want wij hebben vervoeren bloemen, dat staat op karren. Gaat door heel je bus heen. Dat wordt een rommeltje, weet je. Dus je kan wel kleunen, maar dan sta je echt rap stil. Ja. Tegenwoordig noemen ze adaptive cruise control. Ja, ACC. Ja. En die wil dan ook nog wel eens ingrijpen. Maar dan weet je niet wat er gebeurt. En eigenlijk is dat wat voor het achteropkomende verkeer, die moeten er echt op letten. Maar dan zeg ik heel eerlijk, dan is een geknakte tulp meer waard dan een dooie, toch? Nee, zeker niet. 100%. Ik hoor een meningsverschil. Zo, dat is min 1 sponsor.
Nee, maar zijn chauffeurs rijden netjes, weet je? Tussen de lijntjes ook. Ja, 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 die kleuren tussen de lijntjes, ja, chauffeurs. Toch? Ja, ja, de afstand ook. Ja. Doe nooit met die middelvinger dit. Nee, nee, en ik krijg ook nooit belletjes. Nee. Dan moet je telefoonnummer eens nergens. Zo hard, ja, mooi zo hard. Even op je vraag terugkomen. Over het snel stilstaan. Met 43 ton, daar rijd ik nog wel regelmatig mee. Ja. Totaalgewicht. Dan kan je wel snel stilstaan. Dan sta je niet meer zo heel snel stil. Dan heb je toch iets meer erin zitten. En, maar je wil dat ook niet, want je sleept heel je auto. Ja, en volgens mij word je door je trailer ingehaald, toch? Op een gegeven moment. Het is zo, als je natuurlijk echt te zwaarder gaat, zoals Bart zegt, richting de 35, 40, 45 ton, dat rijdt ook. Dan wordt het remverhaal wel anders. Ja. Maar wij zitten dan ergens tussen die 20 en ja, 30, maximaal 30 ton. Ja. Ja. Dan heb je gewoon compleet remvermogen. Maar dan heb jij één trailer die je trekt. Ik zie wel eens vrachtwagens voorbij komen. Die hebben drie van die handbakken er al hangen. Ja, LZ2. De road trains. De road trains. Volgens mij is dat ook niet veilig. Ik zeg, tijd voor een plaatje. En jij trekt jou naar een gevoelige snaar? Ja, ik ben af, zoals Marcel leuk, op Vrienden van Amsterdam Live geweest. Ja? Ik werd uitgenodigd door mijn vriendin. Ze zegt van, wij gaan wat leuks doen. Die vriendin, wie is dat, die vriendin? Dat is Monique. Monique van der Boer. Rondbuitkapper. Rij die camera even. Maar jij was daar bij je vrienden geweest, hè? Ja, dat is echt een uitje dakmoment. Ja. Het is waanzinnig. Het was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Het goed opgezet. Nou, Bart snapt dat niet, hoor. En het slot alleen, dat ik geeft... Ik snap zo heel vrij weinig. Mars en ik waren net even helemaal terug in Vrienden van Amsterdam Live. Het kippenvel staat op je rug. Nou, jij wilde pingpong horen van Armin van Buuren. Ja, en daar heb ik hier de Hardwell remix van klaarstaan. Dus die ga ik eventjes voor je draaien. Lekker. Okay.